President Chandrika Prasad Santokhi zal van 1 juli tot en met 31 december 2022 het voorzitterschap van de Caribbean Community, de CARICOM, bekleden. In dat kader zal Suriname het gastland zijn van de 43ste reguliere vergadering van de CARICOM staatshoofden en regeringsleiders, welke wordt gehouden van 4 tot en met 6 juli 2022. President Santokhi zal de komende 18 maanden intensiever betrokken zijn bij de ontwikkelingen in de Caribische regio. In het zogeheten quasi-kabinet van CARICOM-staatshoofden is het portfolio van Suriname gericht op genderaangelegenheden, jeugd, sport en cultuur. Om Santokhi te ondersteunen in zijn functie als CARICOM-voorzitter is er een speciale CARICOM-commissie ingesteld, bestaande uit functionarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, het kabinet van de president en enkele andere relevante instanties.